Stephen Jones. We are not your enemy. We are not your friend. But we are the people you need. Ja, voor jullie is dit de tweede video van Phasmophobia. Maar voor ons is dit de vierde video. Ja, er zijn er 3 mislukt. Vraag me niet waarom. Het is allemaal mijn schuld. Het spijt me. Maar vandaag ben ik weer terug met de Ghostbusters. Bam! Inmiddels zijn we een heel stuk beter. Toen we die video maakten waren we echt level 5. Maar nu zijn we echt allemaal boven de 20. We zijn nu echt pros, right? Kom even flessen overgooien dan. Ja, gooi. Wat was dat voor? Oh ja, by the way, vandaag ben ik ook met Kippie en Koen. Of ook, vandaag ben ik met Kippie en Koen. Like alle video's. Of eet spraypaint. Hey, ga even in het bord en doe ready. Hij heet Stephen Jones. Hij reageert met mensen die alleen zijn. We moeten een foto van Dirty Water in een sink hebben. We moeten een ghost event witnessen. Dus dat de ghost een licht uitdoet, een object beweegt of een deur dicht doet. En we moeten een kamer onder de 10 graden Celsius. Nou, dat is toch wel echt even easy. Ik neem de headcam. Nee, en ik is neem mijn een parabolische headcam. Microfoon. Hey. JK. Oké, we hebben 2 sound sensors. Iemand moet eigenlijk even een sound sensor meenemen. Ik niet. Zodat we die meteen kunnen plaatsen. Ja, maar kijk, ik heb de ghostwriting. Daar gaat het om. Oké. Oké, here we go. We gaan beginnen. We spelen trouwens Tanglewood Street House op professionele difficulty, want we zijn echt professionals. Oké, here we go. Ghosten, ghosten. Oké, ik vind het wel echt jammer dat de vorige video was mislukt. Want in dit huis, ik had echt een hele enge jumpscare. Ik ga wel hier naar rechts. Ik had echt een moker enge jumpscare. Spook. Je zou maar achtervolgd worden door een man met een bel. Je zou maar worden gejumpscared in de badkamer. Onder de 10. Waar? Hier, ineens. Ineens schoont hij onder de 10. Hier. Het is hier 11. Oké, doe jij temperatuur, dan doe ik IMF. Dan moet het deze kamer zijn. 10. Echt? Ja. 11. IMF 2 hier. IMF 2, ja. Ja, nee, het is okay. Niet in de woonkamer. Oh, hij doet een deurklink. Het is een master bedroom. Oké, ik meet deze kleine kamertjes. Gewoon hoge temperatuur. Maar hij roomt hier hoor. Hij zit namelijk ook gewoon hier. Want hier had ik mijn eerste. Ja, weet ik. Maar dit is wel echt de dit is een area die hij haunt. Oh, geen Ouija board. F. Jammer. Ik doe de sink. Hey, kom, we gaan even al onze equipment halen. Yo. Yeah. Hebben we ook 2 videocamera's of niet? Nope. Nee. F. Wel 2 fotocamera's. Don't leave me behind! Nou ja, weet je wat Stephen we kunnen doen? Jones. We kunnen jou in het hoekje van de camera neerzetten. En dan ben jij onze tweede support van camera. Want jij hebt namelijk de head-mounted cam opgedaan. Ja. Helemaal niet. Hij ja, ligt wel. Hier. Ja, man. Ik neem wel... Want we moeten niet smudgen. Ik neem UV mee. We moeten nog steeds temperatuur. Koen, meet temperatuur. Wacht, we moeten zometeen 1 sound sensor in de living room en eentje in de master bedroom. En dan weten we gewoon welke kamer het is. Ja, weet ik. Dat was ook mijn idee. Hi, fingerprints. Hey, oeh, wat een mooie handafdruk. 3 graden. Wacht. Doe je zaklamp uit en schijn erop. Want dan hebben we interaction. Ja. Oké, mooi. Maar het is hier 3.8. Hij roomt dus blijkbaar. Loop ook maar even in de master freezing, bedroom. Denk ik. Ja, wacht, 3.9. Ja, kom gewoon even Ghost Orbs kijken. Want dat is dan het enige wat we nog kunnen doen samen met Spirit Box. Doe dan alle licht. Maar het is echt gewoon hier hoor. Het is recht voor ons. Oh, het is in de master bedroom. Het geluid is daar heel hard. Oké, dan is het. Ja, het is master bedroom. Hij roomt. Ja, maar hij roomt gewoon heel erg. Want hij heeft ook een hand op de deur gedaan van de master bedroom. En dat is aan de buitenkant. Dat betekent natuurlijk in de woonkamer. Vraag. Oh kijk, de cijfers van de sanity is anders. Ja. Ik neem wel even Spirit Box mee, samen met een kruis. We gaan dat regelen. Ik moet even zijn naam weten. Stephen Jones. Ja. Hebben jullie een motion sensor geplaatst? Ja, dat infrared sensor ging af. Oké, ga eens weg. 3 graden. Stephen Jones. How old are you? Show us your presence. Hey, nee, of het is geen woonkamer. Het is de woonkamer. Ja, oké, tief dan op van de woonkamer. Okay. Kom allebei terug, want we hebben nu 2 sound sensors en dan kunnen we zien waar het is. En ja, maar ze overlappen, dus dan heeft het alsnog geen zin. Ze overlappen. Oh ja, maar als de sound bij beide hetzelfde is. Ja, kijk, het is bij beide hetzelfde. Wat betekent dat hij nu in de living room zit? Nee, F, laat me het en nu zit hij in de master bedroom. Laat me verplaatsen. Hij gaat er net door het muurtje heen ofzo. Ja, oh, motion sensor. En dat is de woonkamer motion sensor. Hij knippert het licht in de woonkamer. Ja, hij knipperde echt alle lichten. Zo bijna. Zielig. Bijna. How old are you?
Show us your presence. IMF, hij knippert het licht. Waar ligt die IMF strength reader? Vier, strength 4. IMF 3, IMF 3. Naast het boek ligt hij. Ik kijk mee met je headcam. Deed de deur een stukje open, Scream. Ik kijk mee met je handen, met je headcam. Do you want to hurt us? Nee, man, hij reageert niet op Spiritbox. Freezing temperature moeten zijn. Nee, IMF 5. IMF 5? Ja, echt? Ja, nee, dat zou het dan moeten zijn. Steven Jones. Oh, de lichtheid. Steven Jones. Dat deed ik. Where you at, bro? Stefano Jonas! Kunnen we niet even zo'n ritueel opdoen of zo? Ja, kom maak even zo'n ster en een kaars eromheen en dan doe. Ik heb een kaars. Sterk plan. Ik ga even mijn kaars halen. Waar ben jij, Kippie? In de dinning room. Daar staan kaarsen. De dinning room. Dinning. Dining. In de dinning room. Yo, neem de lighter mee. Kom, we gaan een lijpritueel doen. Kom, we gaan echt een hele cirkel maken. Hier. We gaan een ritueel om de spiritbox. Nee, met een crucifix erbij en zo. Oh ja, om een spiritbox. En die zetten we dan aan. Ja. Oké, hier. Heb je een lighter? Steek ze aan. Steek ze aan. Oh, we gaan een ritueel doen. Steek die kaars aan. Dit ding, dat wil niet echt staan. Hallo, spook. Nee, dat kan ook niet. Hallo. Wij snappen in welke situatie u zich bevindt. Steek die andere kaars aan. Ja, ik moet even mijn shit pakken. Wacht even. Wij begrijpen wat u op het moment beleeft. En wij proberen u alleen maar te helpen. Even die lighter. Steven Jones. We are not your enemy. We are not your friend. But we are the people you need. Boom! Heel ritueel geactiveerd. Show me your presence. Ik pak even de camera, oké? Oh ja, we moeten ook nog IMF meten. Nee, Koen, neem jij een camera mee? Ik ga dan IMF. IMF 2. Oh, trouwens, wat is onze sanity, Koen? Hoog genoeg. Oh nee, die voor jou is 50. Oké. Waar ligt de IMF reader? Hij deed een deur open. Deze. Kom aan. Steven Jones. Steven Jones. Zet licht uit dan. Ja, hij roomt echt beide. Wacht, gaan jullie ergens... Zal ik hier... Hello! Hello! This is the ritual. We moeten allemaal binnen de kaarsen staan, dan kan hij ons niks doen. Show us your presence! Steven Jones, how old are you? Is this your home? Kijk dan hoe perfect. Kijk hoe perfect. Wow! Are you happy? Steven Jones, Steven Jones. Wie heeft de voordeur dicht gedaan? Ik. Dat deed ik niet. Ghosted! Ghosted! Daar leek het op. Ja, weet ik. Daar leek het echt op. Oh, ik schrok me dood, man. Stefano Jonesso. Misschien is het omdat ze niet in de kamer staan. Kom eens in deze kamer, Steven Jones, okay. Poepa. Hallo, Steven Jones. Ja, gaat hij meteen weer terug, hè? Steven Jones. Waarom heeft hij hier letterlijk een foto van een bloem? Hij zit met deze deur te klooien. Oké, laat mij hier met hem praten. Hey, Koen, ken jij deze bloemen? Kom eens bij mij. Waar? Hier, in de ingang. Nee, de ingang. Ga loesoe. Welkom bloemen. Oh. Ja, kom naar de ingang. Herken jij deze bloemen? Die zijn altijd roze. How old are you? Herken jij die? Deze? Oh ja, die ken ik. Die heb ik in mijn voortuin. Ja, ik had die ook in mijn oude voortuin. Bro, de fucking kamerdeur staat open. Wat gaat dat helpen? Hij zit de hele tijd hier met deze deur te klooien. Hey, wie heeft de tv aangezet? De ghost. IMF 4, het kan 5. Steven Jones. Steven Jones. Show yourself. Steven Jones. Steven Jones. Stefano Jonas. Hij staat klaar om een foto te maken. Ja, ik ook. En de IMF is weg. Ik heb een idee. Ga allemaal helemaal het huis uit. Ik ga met hem praten. Ik voel een connectie met hem. Ik voel een spirituele band. Nou, doei, Kippie. Licht uit. Hey, geef mij even een fotocamera. Wil je nog een selfie nemen voordat je dood gaat? Ik wil graag zeggen dat ik van mijn mama hou. En mijn papa toch ook wel. Niemand boeit waar je van houdt. Wij gaan weg. Oh, dit is denk ik één. Steven Jones, how old are you? Hij gooit met het boekje. Bah. FBI, hey, open up! Ga weg, ik had net connectie boom, met hem. Wat doe je nou? Are you happy? Ga sla eten. Nom, show me. Ja, hier. Nom nom nom, sla van mams. Maar we hebben nog steeds niet het laatste stuk evidence, ja, ik heb die fotocamera, maar ik heb hem niet eens gezien. Dat is of Spiritbox of IMF level 5, dus ik vind het nu Koen's beurt, want Dante en ik zijn al geweest. Oh ja, Koen, pak jij die crucifix. Jij moet jezelf dan opofferen. Ja, en iemand hallo. Moet dan de camera. Ja, maar iemand moet de camera. Stonks. Nee, maar jij weet hoe je die crucifix moet gooien. Hey noobs, ik ga zonder jullie.
IMF4, IMF4 in de bus, IMF4. Oh, wat een peasants. Oh, hij staat in de garage. Jullie kunnen veilig naar buiten. Oh, ik zie jullie daar samen in de closet. We hebben niet eens een ghost event gewitnessed. Nou, hoe voelt het om in die kast te zitten? Steven Jones. Gooi die crucifix nou, het is voorbij. Oh shit, dat werkte. Er is heel veel geluid in Master Bedroom, echt mega veel. Daar gaan we dus even niet meer heen. Yo, ik ging zijn naam roepen voordat we weggingen, dat was niet handig plan. Hallo! Doei. Mooie foto van jullie twee. Hè? Kijk die laatste foto, daar staat fingerprints. Ah, hoe kan dat überhaupt? Hoe dan?